architecten worden nog te weinig uitgedaagd met voorwaarden en eisen op het gebied van circulair bouwen. Dat zegt Fred Schorrol van de BNA, de branchevereniging van architecten. Die lat moet omhoog. In antwoord op jouw vraag, mooie uitdaging, we zijn er nog lang niet. Sterker nog, wij doen ook onderzoek onder onze leden. Tot op heden is nog maar 20% van de opdrachten is sprake van een ambitie op het gebied van circulair. Hmm. Nou, dat zegt wel even dat er 80% niet is en dat we dus nog steeds locked in een achterstand aan het opbouwen zijn in plaats van een voorsprong. Ja.